En met zo'n laatste blik op de zwemvijver zeggen wij welterusten en tot morgen. En dan 's morgens vanaf hetzelfde plekje. Goedemorgen. Het is weer een prachtige dag. Dit is wakker worden in Beauville bij camping Les Deux Lacs. Moet je luisteren. Niet zo leuk als zo'n ochtendconcert. Nou, dat heeft Ruud jullie al laten horen, dus ik wil wat anders met jullie delen. Gisteren waren wij, bij Monsieur Acetion. En daar heb ik weer een kleedje gescoord. We hadden zo'n kleintje bij ons, maar die was op. Dus die hebben we, daar hebben we echt met verdriet afscheid van genomen. Maar nu heb ik weer een kleedje. Ja, daar word ik helemaal blij van. En dan met dat op de achtergrond, we gaan lekker aan de koffie. En daar staat de camper. Hier zijn de toiletgebouwen, douches. Heel netjes allemaal. Daar het meer. En kijk, wij hebben een plekje in de zon gevonden. Dus we hebben de koffie meegenomen. En gaan nu even heerlijk van het ochtendzonnetje genieten. Het is geweldig. Ja, het is fantastisch. En de Bonneke staat ergens daarboven. Pas op mensen, daar gaan we weer. Pas op. Blue sky. Ja mensen, we hebben weer wild gespot. Hop, daar gaat hij. Hij kwam koffie drinken. Ze worden steeds brutaler. Deze zit nu op, wat zal het zijn, 30 centimeter van mijn been. Ik denk dichterbij. Maar ja, hij denkt, godzakken, je zit op mijn zonplek. Je zit op mijn bank, ja. Ja. Mooi, hè? Nu kijken hoe dicht. Oh, en floep. This is Ruud in his natural habitat. Welkom. Oh, waar ben je dichtbij? Wacht even. Ja, je moet even uit. This is Ruud in his natural habitat. Ja, we maken een documentaire over hagedissen en vluchtafstanden. Ja. Tot nu toe 5 centimeter. Cool. En weer een raadseltje. Wat gebeurt hier? Nou, vandaag gaan we in de omgeving wandelen. Wandelen? Het dorpje Beauville gaan we bezoeken. Dat hebben we alleen gezien toen we hier kwamen aanrijden. Dus het zag er wel mooi uit. Maar we gaan het even naderbij bekijken. Ik zal even de camera omdraaien. We lopen nu richting de brasserie waar we gisteravond hebben gezeten. Hier is de visvijver. En hier naar rechts begint de wandeling. En die gaan we nu bekijken. Mensen, als jullie naar deze camping zouden willen, echt natuurcamping puur zang, de definitie van. Maar als je dan naar het dorp wil, neem dan wel een stukje conditie mee. Prachtig pad, maar stijl. En we lopen nu richting het dorp, zo te zien. Naar binnen.
gekocht. Tartfraise. Oeh. Ce sont des tartfraises du mousse. Via een best wel steil pad omhoog, buiten het dorp om. Ik kijk tussen de bomen door en wat zag ik daar? Even kijken of ik kan inzoomen. Kijk, oeps, daar. Een prachtig meer in de verte. Geen idee of dat het meer is waar wij de camping hebben, ik geloof het niet. Maar goed, dit is het pad wat wij volgen. Brigitte is al een beetje vooruit gegaan. Nou, daar staat ze. Het is best wel stijl. Oh, kijk, hier heb je de stadsmuur. En dan kijken of we via deze kant weer het dorp terug in kunnen komen. Waar wijs je naar? Dat uitzicht. Kijk eens. Ja. En dan komen we nu aan de andere kant het dorp in natuurlijk. Gigantisch huis, onvoorstelbaar. Oude waterput. Ik moet eerlijk zeggen, het is dat er asfaltwegen zijn, maar ik voel me net terug in de middeleeuwen. Niet dat ik er ooit geweest ben al, maar zo ziet het eruit. Zo stel ik me dat voor. Wat denken jullie? Is Van Gogh hier ook geweest? Ik denk het haast wel. Prachtig. Witte regen in plaats van blauwe regen, zie je dat? Vraag me af hoe oud dit dorpje is. Dat moeten we ergens kunnen vinden, denk ik. Je ziet vakwerkhuisjes, ruw steen. En veel wordt gerenoveerd. Echt een leuk stadje. Superleuk. Dorpje, stadje, het zal een dorpje zijn. En nadat we het dorpje hebben bezichtigd, gaan we proberen de camping weer terug te vinden. En dat is geen straf, dat proberen, want het is mooi en het is mooi weer. En weer terug. Wat ik jullie even wilde laten zien, is hier kom je binnen en hier heb je dus nog een heel groot terrein. Yo, hier zou je dus gewoon een fantastische camperplaats kunnen maken. Want waar wij nu staan, daar ging het wel heel steil naar beneden. Naar beneden is geen probleem. Maar omhoog. Het gaat misschien morgen regenen. Dat wordt dan voor ons een probleem. En dan hebben we gewoon niet de juiste camper. Ja, het is 17% op een gegeven moment. Hè? Ja. Kijk, die auto komt zo omhoog. Ja. Maar wij kwamen daar zelfs het bultje van het gras al niet op. Maar kijk eens. Ja, dit zou, hier kun je zomaar een stuk of 10 campers krijgen. Echt wel. Dit is even plan de campagne aan het maken voor morgen als we hier weggaan. Want we zullen dus met het de Bonneke een stukje eens achteruit moeten. Dan gaat hij keren. Maar joh, dat gaat helemaal goed komen. En nu gaan we terug naar de camper. En zo komen we terug bij de camping.
waar het goede oude campertje op ons staat te wachten. Het was een prachtige wandeling en we gaan eventjes lekker wat eten. Zo, wat vond jij van de wandeling? Ja, helemaal mooi. Mooi hè? Ja. Mooie omgeving. Mooie camping. Mooie camper. Ja. En zoals ik net al zei, we gaan even lekker een hapje eten, want dat mag wel na zo'n wandelingetje. Goedemiddag. Het is weer tijd. Voor een biertje. Ja, en? De kaart. De kaart. Mensen, wij zijn vertrokken vanuit Saint-Jean-de-Luz. Ik doe er even een stift bij. Niet alle wegen die wij hebben gereden staan erop. We zijn hier secundair gaan rijden, een beetje naar boven gereden. En eigenlijk hebben we daar toen een plan gewijzigd en zijn we zo hier de binnenland in gaan rijden. Kleine weggetjes gevolgd naar Agen. En vanuit Agen een bochtje gemaakt naar Beauville, wat hier ligt. En dat hebben jullie al gezien. En dat was een prachtige rit. Heerlijk. Nou, we hebben hier een uitdaging, 3 meter. Dus Brigitte gaat kijken of dit past. We gaan het zien. Nou, die operatie is gelukt. Het is hier ontzettend smal aan alle kanten. En nu ga ik hem hier even neerzetten. Kijken waar we terecht kunnen komen. We mogen een plekje uit gaan zoeken. En we zijn geïnstalleerd. Op een camping. Ik ben de naam van het dorpje al weer kwijt en hoe dat de camping heet, maar goed. Dat zet Brigitte hier vast al in beeld. Ze zit al lekker van een wijntje te genieten. Het is best wel mooi, deze camping. Hij is enorm groot. Daar is een toiletgebouw, 1 van de 3 heb ik begrepen. Kijk, ze hebben zelfs glamping tenten. Het is lekker rustig. Daarachter kun je zien, daar. Heel moeilijk te zien. Is een zwembad. Dat is ook open met verwarmd water, zeggen ze. Hier staat een caravannetje. Ah, het is lekker rustig, mensen. En wij zitten nu op een eilandje. Tussen de rivier de Dordogne. En het kanaal de Dordogne. En waar ik nu naartoe loop is het kanaal de Dordogne. Ik hoop dat het met het tegenlicht te zien is. Zo. Ik loop hier eventjes naar boven. Kijk. Het stroomt best wel hard, voor een kanaal tenminste. Ik vind dat er veel stenen in zitten voor een kanaal. Dus, ja. Maar wat nog belangrijker is, kijk. Ik zoom even een stukje in. Dit is een van de toegangen tot een middeleeuws dorpje. En dat is dat dorpje wat ik net vergeten ben, de naam. Maar daar gaan wij morgen een heerlijke wandeling in maken. En dan krijgen jullie dat samen met ons te zien. En die informatie die komt dan later nog. Als jullie zeggen van, hey, waar is het, de Bonneke? Nou, de Bonneke hadden wij op deze plek niet nodig. Dus die hebben we helemaal vooraan de camping.
zeker 200 meter van hier vandaan. Hebben we die hier op een parkeerplaats lekker op slot gezet. En we hebben nu ruimte genoeg om heerlijk te relaxen. Heerlijk. Twee nachtjes in prachtig weer aan de Dordogne. En we gaan later nog wel wat opname maken aan de rivier zelf. Die stroomt hier ook als een dolle. Heb het je een beetje naar je zin al? Ik ben gewoon een beetje moe. Ik heb alleen maar naast gezeten. Ja, maar elke bocht moet je meehangen, hè? Precies. Ja, en dan... ik ben het geval. Ja. Zullen we het even laten zien? Kijk eens. Even de zieligheidsfactor verhogen. Het valt hartstikke mee. Kijk. Op haar knie gestuiterd. En mijn hand in mijn pols. Ja. Brigitte heeft dus nog steeds een beetje last van haar oog. Diepte is nog steeds niet zo goed te zien. Dus, stom. Maar ja. Stom. En ze heeft mij opdracht gekregen nog voorzichtiger te zijn. Ja. Tot die tijd nemen wij een borrel. En kijk, daar staan ook piepklein, nou ja, piepklein, kleine huisjes. Het zijn eigenlijk aanhangers, zie je dat? Een disselding. Ik denk woonkamertje, keuken, slaapkamertje of zo. Nou ja, het ziet er wel leuk uit. Ruud gaat nu voor jullie filmen. Hij kan mij niet verstaan, maar dat hoeft ook niet. Maar kijk, hij gaat nu voor jullie filmen. En de vraag was hoe wij dat dus doen, dat filmen. Nou, dat doen wij dus zo. Met onze mobiele telefoontjes. Dit is Ruud zijn houding. Hij gaat meestal op zijn knieën en dan met zijn telefoon. Moet altijd perfect. Nou, en dat is dan heel leuk om te zien. En die beelden die hij nu maakt, die laat ik jullie nu zien. Hier loopt dus de vissersnelweg en alle vissen die zich dus moeten verplaatsen, die gaan dus hier door dit zo'n snelweg. Het dorp was niet goed te zien. Even terug. Ja. Mooi dorp, ja. En de Dordogne.